Ik heb op mijn Instagram een foto geplaatst met daarbij de tekst. Oké, als je mocht kiezen, Mackie of Burger King. Laat me weten hier beneden en wie weet stort ik wel een euroknaller op jouw rekening. Een hele goede dag dames en heren en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb echt heerlijk geslapen. En nu ga ik even lekker douchen, mezelf aankleden, want ik ga even lekker sporten. Ik merk dat ik de laatste tijd wat minder aan het sporten ben weer, want ja, de dagen zijn wat drukker en wat meer te doen. Dus niet erg, maar ik heb wel heel erg veel zin om te gaan sporten. Het is nu zondagochtend en het is tijd. Let's go. En dan zijn we weer in de sportschool. Het is vandaag weer, zoals altijd, borst- en schoudersdag. Let's go. Voor de mensen die dus denken dat wij dit alleen maar doen, alleen maar borst en schouders, dat is het niet zo. We doen ook nog vaak andere trainingen. Maar het enige is eigenlijk wanneer ik met Jasper ga sporten, en dus film, is dat we borst en schouders doen. Ik weet niet waarom dat is, maar dat is er gewoon ingeslepen. Dus morgen, 100% morgen, maandag, voor mij maandag voor jullie, donderdag denk ik, wordt het leg day. Kilo, let's go. Ze voelen wel wat zwaar gaan. Ja, het is ook 100 kilo op je benen. Spet je jezelf netjes. Eitje jongens, eitje. Niet te geloven. Je kunt niet meer dan dit doen bij onze gym jongens. 50 is het meeste. Lekker pik. Zoals jullie zien heb ik niet zo heel erg veel gefilmd tijdens het sporten. Want ik heb een beetje te nadenken. En ja, ik spam jullie misschien wel heel erg veel vol met het sporten allemaal. Terwijl jullie helemaal niet op zitten te wachten. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie daar iets van, wat jullie daarvan vinden. Of jullie dat graag willen zien of niet. Ja, vandaar dat ik vandaag minder heb gefilmd. Ik probeer een beetje minder op 1-2 keer in de week een beetje te laten zien hoeveel ik sport en wat ik sport. Maar we zijn weer thuis. En het is tijd om te gaan opruimen. Show te maken, dingetjes op te ruimen. Want het is echt een bende. Dit is dus wat ik moet gaan opruimen. Ja, allemaal was nodig om op te ruimen. Ik heb het zojuist ook allemaal was die ik had, donker was, daarin gedaan. En ik ga mijn bed eraf halen. Want ja, al lang niet gewassen en dat is nodig. Dan moet je eens in het over tijd moet je dat doen. A few moments later. En dat heeft natuurlijk ook een reden waarom ik het er nu vanaf haal. Want het is nu 12 uur. Ik moet om 4 uur gaan werken. Dan weet ik zeker dat straks als ik allemaal dingetjes heb gedaan, dat mijn bed droog is. En dat ik hem om mijn bed heen kan doen voordat ik ga werken. Want het probleem is, als je dat niet doet, dan heb je straks een bed wat nog nat is vannacht. En dan lig je op dit matras te slapen. En dat is niet zo heel erg lekker. Zonder dit eromheen. En je hebt natuurlijk ook geen zin als je om 12:30 s'nachts, nee, 1 uur s'nachts thuis komt, dat je dan ineens je bed erop moet gaan dekken. Ik heb op mijn Instagram een foto geplaatst met daarbij de tekst. Oké, als je mocht kiezen, Mackie of Burger King. Laat me weten hier beneden en wie weet stort ik wel een euroknaller op jouw rekening. Nou, ik heb op jou heb ik fout geschreven, want het is jou met een B. Sorry daarvoor. Nu ga ik de winnaar kiezen van naar wie ik de euroknaller ga overmaken. Het is misschien iets heel kleins, maar ik wil het wel lachen om te doen, want ik vond vroeger alleen al chill als ik gewoon een euro kreeg van iemand om even een burger te halen bij de Mac. Fucking relax. Dus ik ga even alle namen invoeren op mijn iPad. Dan gaan we even kijken wat de random name picker gaat zeggen. Zo, nou, al die namen staan in de generator. Holy tering. Dit wordt nog een ding. Met mijn telefoon filmen en met mijn camera filmen. Op mijn telefoon heb ik het gefilmd. Op de camera heb ik het niet gefilmd. A few moments later. En zo ben ik helemaal aangekleed en wel om lekker te gaan werken bij Coolblue. Ik heb er zin in. Ik heb al lang weer niet gewerkt, want ik werk maar 1 keer in de week tegenwoordig. Daarnaast, jongens en meisjes, zie ik jullie straks na het werken. One eternity later. Zo, lieve mensen, we zijn lekker thuis. Ik ben kapot. Maar echt kapot. Oh, ik heb dus wel even een besefmomentje. Oh, ik ben heel geel. Nu niet meer, toch? Nou, ik heb dus een besefmomentje, jongens. Ik moet mijn bed nog gaan ontrekken. En je hebt natuurlijk ook geen zin als je om 12:30 s'nachts, nee, 1 uur s'nachts thuis komt, dat je dan ineens je bed erop moet gaan dekken. Maar ja, dit is niet ideaal. Want ik heb hier dus totaal geen zin in. En ik moet het helemaal opdekken. De kip is klaar. Ik heb mijn bedje volledig opgedekt. Hij is helemaal klaar. Dus, wat ga ik doen? Ik ga even lekker eten. Zo, is pittig. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe video. Om 4:30. Later.